goed, ik wil het ambtswet voorlezen. Verzoek u daarbij te gaan staan. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging. Om besluit te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u te gaan zitten. Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. En ook wanneer u op de publieke tribune aanwezig bent of meekijkt, meeluistert, ook van harte welkom. En ja, ik meld de heer Sloot als afwezig. En uiteraard vraag ik me, volgens mij is dat nu zo ingeslepen. Heeft u allemaal de presentielijst getekend? En volgens mij gebeurt dat door iedereen. Fantastisch. Niemand rent nog om dat te doen. Heel goed. En straks als u klaar bent met de raadsvergadering, wordt u ook verzocht om uw bakje leeg te maken. Want daar zit schijnbaar post voor u in. Want niet alles gebeurt digitaal. En het is ook vandaag een bijzondere dag, want onze Nestor van de Raad, de heer Smelt, is vandaag jarig. En wij krijgen straks ook iets, en er staat iets heel leuks op, ga het nog niet verklappen. En op de tribune zitten natuurlijk ook een aantal die ik ook wil feliciteren. En de heer Smelt en daar iedereen op de tribune die gekomen is voor die heerlijke tractatie, want daar ging het natuurlijk om. Fantastisch dat jullie er zijn. Ja, ik zit helemaal glunderen, dus het moet echt iets heel moois worden. Want het is natuurlijk wel voor de Raad van Twente Rand een hele eer dat de heer Smelt zijn verjaardag in ons midden viert en niet in de familiekring. En het is fijn dat u erbij bent. Van harte welkom. Goed, en we zullen afwachten wat er straks gaat gebeuren. Maar alvast onze dank, de heer Smelt. En een heel goed jaar in ons midden als Nestor van de Raad. Dat klinkt toch wel. En een Nestor van de Raad is degene die het langst in de raad zit. Dat niet iemand denkt dat de heer Smelt de oudste is hier in de raad. Voor alle duidelijkheid. Goed, ik ga verder met de vaststelling van de agenda. Wenst iemand het woord te voeren over de vaststelling van deze agenda? Ik kijk rond, is niet het geval, dan kan de agenda conform worden afgewerkt. En is hij al dus vastgesteld. Ik ga naar het vragenhalfuurtje. En de heer Jonker van de fractie van de SGP heeft aangegeven gebruik te willen maken van het vragenuurtje, halfuurtje. En het onderwerp van de vragen betreft de aanbesteding bouw nieuw zwembad. En de heer Jonker, ik geef u het woord. Voor alle duidelijkheid, eerst mag de heer Jonker zijn vragen stellen. Dan geeft het college antwoord. Dan krijgt de vraagsteller in tweede instantie nog de mogelijkheid om aanvullende vragen indien gewenst te stellen. Dan kunnen andere leden van de raad vragen stellen en vervolgens worden die beantwoord door of het college of de vraagsteller. En gelukkig hebben de bodes nu fantastische hulp, dus het komt helemaal goed. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie heeft inderdaad vragen aangeleverd voor het vragenhalfuurtje. Wat het ons betreft gaat het om twee woorden vanavond. Wat is de status en wat is het vervolg? Ik zal het even voorlezen wat exact de vragen zijn. De GBT en de ChristenUnie hebben een akkoord gesloten over het nieuwe overdekte zwembad op locatie bij de Stamper. Dat is 16 mei ook wereldkundig gemaakt. De coalitiepartijen willen geen geldverslindende onderzoeken meer en er ook gesproken wordt van een nieuw aanbestedingstraject.
Daarbij in oogschouw nemen dat er verschillende marktpartijen zich bereid hebben verklaard om een nieuw zwembad te realiseren en dat de aanbiedingen na indiening beperkt geldig zijn. SGP heeft daarbij de volgende vragen. 1. Wat gebeurt er met de gedane aanbiedingen van de inschrijvende marktpartijen? Gespecificeerd bij geen gebruik maken van de aanbieding, waarom wordt er geen gebruik van gemaakt? Wat zijn de financiële consequenties? En als er wel gebruik gemaakt wordt van de aanbiedingen, hoe worden de marktpartijen betrokken bij het vervolg van het traject? Hoe ziet het eventuele nieuwe aanbestedingstraject er dan uit? En wordt de raad hier ook in meegenomen? En de tweede hoofdvraag, zijn de marktpartijen op de hoogte gesteld van het vervolg van de plannen van het nieuw te bouwen zwembad? En zo ja, hoe en wanneer is dat gebeurd? Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Paters, die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de heer Jonker voor het herstellen van de vragen. Er wordt inderdaad, en dat vraagt u goed in vraag 1, en met name 1a, er wordt geen gebruik gemaakt van de aanbiedingen. En dat komt namelijk omdat er op een nieuwe locatie een voorstel zal komen en er daarna een nieuwe aanbesteding van start zal gaan. En bij die aanbesteding, daar volgt eerst een raadsbesluit, een raadsvoorstel en dan een besluit. En uiteraard zullen we, net als ook bij de vorige keren gebeurd is, u op de hoogte houden van de stand van zaken op dat moment als er een besluit genomen is. Zijn de marktpartijen op de hoogte gesteld van het vervolg van de plannen? De marktpartijen zijn op een x-aantal momenten geïnformeerd over de stappen die toen genomen zijn. Dat is gebeurd op 10 april, 2 mei, 9 mei en als laatste 22 mei. En daar is steeds gezegd wat de stand van zaken was, ook toen de onderhandelende partijen het naar buiten brachten. Er zal een collegebesluit genomen worden om de aanbesteding definitief te stoppen. En daarna zullen ook de inschrijvende partijen daarvan op de hoogte gebracht worden, evenals de grondeigenaren die erbij betrokken zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker of nog aanvullende vragen heeft. Het hoeft natuurlijk niet, hè? Dat begrijpt u wel. Mag. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Duidelijk is geworden dat er geen gebruik wordt gemaakt van de offertes. Kan de wethouder ons ook meenemen in de besluitvorming daaromtrent van wat de afwegingen zijn geweest? Want in onze optiek is bijvoorbeeld voor Vriezenveen Noord, dat is nu in de plannen, daar is ook een raadsbesluit van geweest. Er is een raadsvoorstel ingediend, is ook weer teruggetrokken. En nu in de onderhandelingen is weer komt er weer een nieuw aanbestedingstraject, dat hoor ik. En is de wethouder ook met de SGP-fractie eens dat er niet zo heel veel verschil zal zijn ten opzichte van Vriezenveen Noord of Zuid als het puur SEC gaat om het zwembad? Kijk, ik denk dat er marktpartijen zijn geweest die hun nek hebben uitgestoken om ook volgens het raadsbesluit om voor die 645.000 dat voorstel wat gedaan is om een mooi plan in te dienen. Ja, wij zijn bang, ook gezien de huidige marktontwikkelingen, dat het steeds moeilijker gaat worden. En wanneer denkt de wethouder dan wel met een nieuw plan te kunnen komen? En wanneer kan dan de schop in de grond? Dat is eigenlijk de aanvullende vraag die ik daarbij nog heb. Dank u wel. Dank u wel, minister, toch even voor de duidelijkheid. Nee, wethouder, even nog voor de duidelijkheid. Het gaat hier in de vraag een half uurtje om toch hele concrete antwoorden. Het kan zijn dat de wethouder straks zegt dat die antwoorden krijgt bij het collegevoorstel wat er komt. Ik kijk nog even rond of er nog door andere raadsleden nog een vraag. De heer Veldmeijer wil nog een vraag stellen en de heer Kuilder. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, is aanvullende vraag. Of misschien heb ik het wel gemist, hoor, in de alle correspondentie die hier over het zwembad is geweest. Maar wat ik zo terug kan halen, zeker in de verkiezingsperiode, maar ook in de periode dat het zwembad werd besproken, is dat GBT zich nogal opwond over het feit dat er geen onderzoek was gedaan naar het, zeg maar, het overkappen, het maken van een overdekt zwembad in Vroomshoop bij de Zandvloer. En daar hoor ik opeens niets meer over.
Betekent dat dat die mogelijkheid, ik wil graag weten, is die mogelijkheid nog onderzocht? Leeft die nog bij GBT of is dat echt iets wat voorbij is gegaan, wat niet meer ter sprake zal komen? En ik vraag me toch af, waarom heeft u dat zo plotseling losgelaten? Oké, dank u wel. Dan de heer Kelder nog een aanvullende vraag en dan krijgt de wethouder het woord. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik dacht dat ik wat gemist had, want een van de vraagstellingen van de Jonker was de financiële consequenties van dit besluit. En daar heb ik de wethouder niet wat over op zeggen. Dat is uw aanvullende vraag aan de wethouder. Wethouder Paters, aan u het woord namens het college. Voorzitter, dank u wel. Terugkomend allereerst op de aanvullende vraag die de heer Jonker stelt. Er zijn inderdaad marktpartijen geweest, wij weten niet hoeveel, die hun nek, zoals u dat noemt, uitgestoken hebben. De inhoud van het voorstel kennen we niet en die zullen we ook nooit kennen. Dus om dat te beoordelen, dat kan ik u simpelweg niet vertellen, omdat de kluis gesloten is en gesloten zal blijven. De vraag, en de heer Kelder, u heeft gelijk, ik heb de vraag niet beantwoord wat de financiële consequenties zijn. We zullen u daar in een raadsbrief nader over informeren, maar het is duidelijk dat er een rekenvergoeding betaald wordt. En dat zou normaal gesproken aan, als je 5 partijen hebt, eentje wordt gegund, 4 blijven over, dan betaal je 4 keer de rekenvergoeding. We zullen u duidelijk maken in de raadsbrief die komt na het collegebesluit hoe dat financieel in elkaar steekt. De vraag van de heer Veldmeijer van de PVV, de mogelijkheid tot overkappen van Frans Hoop. Ik denk dat dat een vraag is, de heer Veldmeijer, die u had moeten stellen bij de behandeling van het coalitieakkoord. De vragen gaan hier over de bouw van het nieuwe zwembad op de locatie De Stamper. En de overwegingen die ten grondslag daaraan gelegen hebben. Ja, ik denk dat u die op een ander moment moet stellen, wellicht bij het voorstel op het moment dat dat aan de orde komt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is dit deel van het vragenhalf uurtje afgerond. En dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer van de PVV om vragen te stellen over de eikenprocessierups. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Wacht even, wilt u even... Het is een onderwerp wat niet alleen bij ons leeft, maar ook bij andere gemeentes. En zodanig dat vanmorgen een collega van mij vertelde op school dat ze erover gedroomd had, over die jeukrups. En ik heb daar een aantal vragen over naar aanleiding van een artikel in Tubantia, waarbij een aantal mensen aan het woord waren die ontzettend veel last hadden. Tot 3 uur 's nachts aan het krabben waren onder de douche. En ze hebben het idee dat de gemeente niets doet of veel te weinig doet. En ik heb ook een collega gehad die moest met spoed naar de dierenarts vanwege honden die dan gesnuffeld hadden aan die rups. En dat schijnt voor honden ook zelfs dodelijk te wezen. En ik heb me een beetje in verdiept en toen kwam ik erachter dat bij sommige gemeentes wordt er preventief opgetreden. Dus voor het seizoen dat die rups zich eigenlijk ontwikkelt. En ik vraag me af of dat, en vaak succesvol, er zijn een aantal gemeentes die dat succesvol doen, zoals Zutphen. Maar ook in Limburg, de Maasduinen, dat is een park, zeg maar. Dus daar wil ik achter komen of dat hier ook gebeurt en als dat niet gebeurt, waarom. Dus vandaar de volgende vragen, voorzitter. Hoe komt het dat inwoners het idee hebben dat de gemeente niets doet of te weinig doet? Of zijn de 2 mensen die geciteerd zijn in het artikel van Dagblad de Mansia, zijn dat uitzonderingen? Vraag 2 is... als je verder kijkt, dan zijn er deskundigen die zeggen dat het wel degelijk mogelijk is om alle rupsen te vernietigen. Dan om te zorgen dat er totaal geen overlast is voor inwoners, maar dat het een kwestie van geld is. Klopt dit? Vraag 3 is, als dat zo is, bent u dan bereid om meer geld en middelen uit te trekken om deze overlast te tackelen? En kunt u de toezegging doen als leermoment dit seizoen, om te zorgen dat we volgend jaar niet met dezelfde problemen opgezadeld zijn. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen? Vraag 5 is, voorzitter, kunt u ons een opgave doen toekomen, dat mag ook schriftelijk, of dat zal wel schriftelijk gebeuren, van de kosten van het huidige beleid en het beleid zoals de heer Trip van Grootgroene voorstelt, en dit aan de leden van de raad toe te sturen. En de laatste vraag, voorzitter, bent u bereid om eens te kijken bij andere gemeentes die het wel anders doen, dus wel preventief voordat het seizoen begint om die rups te bestrijden. Maar bent u
bereid om bij die gemeentes te kijken die dus met succes die RUPS wel bestrijden? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik ook nu weer het woord aan wethouder Paters, die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Weinig beesten zijn zo vervelend als de eikenprocessierups. En dat, als je dat ervaart, dan word je daar niet vrolijk van. Ik zat vanmiddag ook nog even te kijken op de site van de GGD. En als je dan leest wat er allemaal kan gebeuren, dan is dat inderdaad een fors probleem. De vragen zoals u die stelt, hoe komt het dat inwoners het idee hebben dat de gemeente niet zo weinig doet? Dat is heel subjectief, zou ik bijna willen zeggen. Deze gemeente heeft op meerdere momenten via meerdere kanalen hierover gecommuniceerd. Er wordt ook gemeld via bijvoorbeeld Facebook. Daar wordt ook op gereageerd. Dat wordt ook doorgegeven aan de bestrijder. Maar het vervelende is voor sommige mensen, voor sommige inwoners van Twenterand, dat daar waar wij bestrijden, dat ook gebeurt volgens een soort prioriteringsvolgorde. Dat betekent dat je op plaatsen waar de meeste mensen komen, dat je daar het eerst aan de slag gaat. Als je het hebt over scholen, gezondheidscentra en dat soort dingen. En als je dan buiten de bebouwde kom woont, dan kan het zijn dat je inderdaad, zeker gezien de enorme explosie die er nu is en de capaciteit, het capaciteitstekort dat er is, dat je het gevoel hebt dat de gemeente niets doet. Niets is minder waar. De mensen waarover gesproken is in het artikel in Tubantia van zaterdag bijvoorbeeld, die zijn voordat het artikel in de krant kwam, is er ambtelijk contact geweest met die mensen. En dan is ook bij hun thuis geprobeerd zoveel mogelijk de overlast te verwijderen. Het preventief spuiten, meneer Veldmeijer, dat gebeurt al in de gemeente Twenterand. Dat doen we al een aantal jaren en je merkt daar ook wel resultaten van. De explosie is nu dusdanig dat het effect wat gedempt wordt, daar waar het in het voorgaande jaren 80-90% effectief was, zien we dat dat nu zo'n beetje 60-70% is. Bent u bereid meer geld en middelen uit te geven? Ja, dat zijn we. En ja, dat doen we al. Want u vraagt even verderop naar een opgave. Als ik u vertel dat er in de begroting een bedrag van 7000 euro genoemd staat en dat de verwachting is dat we uiteindelijk dit jaar uit gaan komen zo rond de 50.000 euro... Ja, dan kun je niet staande houden dat de gemeente niets doet. We doen ontzettend veel en we proberen het voor iedereen zo snel mogelijk op te lossen. Maar capaciteit, ja, dat is soms gewoon een probleem. Ik kan u melden dat vanmiddag nog een gesprek plaats heeft gevonden met ook een andere bestrijder. Als dat een beetje klopt, dan hopen we dat we daar nog wat extra capaciteit hebben. Dus we doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om de overlast voor onze inwoners echt tot een absoluut minimum te beperken. Kijken we naar andere gemeenten? Ja, dat doen we. Er is een aantal keren per jaar overleg om ook ervaringen uit te wisselen. Dat is onder andere het preventief spuiten. Maar er wordt ook gedacht aan een ander soort biodiversiteit. En als je die rups, de eikenprocessierups, als je daar een natuurlijke vijand van inbrengt, dan hoop je dat je ook op die manier resultaat kan halen. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkasten, om maar eens wat te noemen. Dus we doen wat we kunnen. We leren ook van andere gemeenten daar waar mogelijk is. Maar kunnen we de eikenprocessierups uitroeien? Nee. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Veldmeijer of u een aanvullende vraag wilt stellen. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb hier een citaat van die meneer André Trip. En die zegt inderdaad, het is efficiënter om de processierups te bestrijden voor hij overlast veroorzaakt. En hij zegt, we hebben twee methodes. De eerste methode is in het voorjaar, als de eitjes nog in de boomtoppen zitten, microscopisch kleine aaltjes in de boom spuiten. Nou, volgens mij doelde u daar net feitelijk op. Die vreten de eitjes aan en dan krijg je geen rupsen. Dan krijg je geen rupsen, maar we hebben rupsen. Dus die methode is niet gevolgd, als ik meneer Trip moet geloven. Toch een expert op dit gebied. En hij zegt, voorzitter, wat nog beter werkt, is wachten tot er blad aan de bomen zit. Dat blad bespuiten we dan twee keer met een bacterie. Zodra de rupjes die bladeren opvreten, gaan ze dood. Nog voordat ze hun brandhaartjes ontwikkelen. Dus hij zegt dan ook dat het budget van groenbeheerders bij de gemeente meestal krap. En als ze dat allemaal moeten uitgeven aan processierups, kunnen ze de rest van het jaar geen leuke dingen meer doen. Maar als ik hem zo interpreteer, en hij zegt ook, dan krijg je geen rupsen. Dan heb ik toch het gevoel dat het niet helemaal is gegaan. Zoals u zojuist vertelde, dat alles is gedaan. Want als ik hem zo, de expert, zo lees,
dan is het wel degelijk mogelijk om te zorgen dat er geen rupsen komen. Meneer Veldmeijer, ja, voordat we hier een hele verhandeling in de raad gaan houden. Ja, het is toch over, een korte vergadering, hè? Eventjes, laat me even uitspreken graag. Wil ik de vraag in het kort houden? De vraag over iets is kort, heel duidelijk. En ik zou u daar ook op willen wijzen, aan u het woord. Nou, ik zal het kort houden. Samenvattend, de expert zegt dat het dus mogelijk is om te zorgen dat er geen rupsen komen. Dan is er toch binnen de gemeente Twenterand iets fout gegaan. En onze vraag is dan ook, kunt u er volgend jaar voor zorgen dat er geen rupsen komen meer? Goed. Nee, als ik dit zo lees, dan is dat mogelijk. Ja, maar goed. U krijgt antwoord van de wethouder. Ik kijk rond of er iemand nog een aanvullende vraag wil stellen. Niet, de wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Kan ik daarvoor zorgen? Kunnen wij daarvoor zorgen? Nee. Want voor elke expert, u weet hoe het werkt met experts, voor elke expert die zegt dat het kan, staan er even zoveel tegenover die zeggen dat het niet kunnen. We zullen deze mogelijkheden uiteraard ook met de heer Trip, want dat is ook degene die bij ons bestrijdt, bespreken en kijken wat we daar volgend jaar anders kunnen doen. En als het anders en beter kan dan we het tot nu toe preventief reeds gedaan hebben, dan zullen we dat uiteraard niet nalaten. Maar durf ik hier een belofte te doen dat we geen eikenprocessierups meer hebben? Nee, met 12.000 eikenbomen in de gemeente Twenterand lijkt me dat wat overdreven, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan is dit hier het vragenhalf uurtje bij afgesloten. En dan ga ik naar de vaststelling van het verslag van het raadsdebat van 5 juni 2018. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingekomen. Ik stel voor om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand daarover stemming? Zo niet, dan is al dus besloten. Dan ga ik naar de vaststelling van de besluitenlijst van 15 mei en 5 juni. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt om de besluitenlijsten ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Dat is niet het geval, dan is ook dat al dus besloten. Dan gaan we naar de ingekomen stukken, agendapunt 6. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Of kan het conform het voorstel worden, de procedure voorstellen worden overgenomen? Ik zie niemand signaal geven. Wenst iemand stemming? Dan is ook dat niet het geval, dan is al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Het agendapunt 7, het bestemmingsplan Frieseveen, Lintbebouwing en Centrumgebied, partiële herziening Schoolstraat. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is unaniem besloten. Dan ga ik naar agendapunt 8, het verzoek ontslag plaats van een directeur rekenkamer. Wil iemand stemverklaring? Wil iemand stemming? Dat is ook al dus besloten. Dan ga ik naar de bespreekagenda. Omdat de raadsdebatten van 5 juni vanwege het tijdstip niet zijn doorgegaan, zijn een aantal punten rechtstreeks op de bespreekagenda gekomen. Zo ook de brief van de regio Twente in zaken indienen vragen jaarstukken 2017 en zienswijze met betrekking tot de programmabegroting 2019. De heer Kerkdijk namens het CDA zal met een amendement komen, dus dan geef ik u als eerste het woord, zodat ook alle fracties daarop kunnen reageren, indien ze dat willen, ook in eerste termijn. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is eigenlijk een goed gebruik dat wanneer de stukken van, wat dan mooi heet in dit vak, gemeenschappelijke, van een gemeenschappelijke regeling, het college passeren, dat de raad daar uiteindelijk ook kennis van moet nemen. En in dit geval heeft het college gemeend zienswijzen te moeten koppelen aan de programmabegroting 2019 van de regio Twente. We hebben kennis genomen van die zienswijzen en van de vragen die het college eigenlijk in beeld heeft gebracht. En eigenlijk kunnen we ons daar wel in vinden. Je hebt het dan over toch wel forse stijging van kosten binnen de regio. Eigenlijk, om verbinding te zoeken met het onderwerp wat zo even aan de orde was, een beetje het beeld van rupsje nooit genoeg. Want je hebt het over percentages die losgelaten worden op de overheid. Een kleine 10% stijging voor de begroting 2019. Je hebt het over stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de basistaken.
ongeveer van 1,7 naar 5,5%. Overigens, de eerste stijging is ongeveer, je kunt het globaal doorrekenen, zo'n 75.000 tot 80.000 euro. De tweede zal ongeveer dezelfde orde van grootte hebben. En uiteindelijk sluit de vraagstelling van het college ook nog met eigenlijk een vaststelling. Dat is dat er geen sprake is van nieuw beleid in de begroting 2019. Zou dat het geval zijn, dan kun je nog wat vinden van kostenstijgingen. Maar in wezen is het going concern. De winkel gaat gewoon door. En we lopen wel tegen een stijging aan van, mag het 150, 160, 170.000 euro zijn. Overigens, voor het goed begrip, 4% van onze OZB. Want daar staat het equivalent voor. Als je dit niet weet te dekken, is het een ongedekte cheque in onze begroting voor 2019 van 4%. En nog even goed daarbij vast te stellen dat er nog een ongedekte cheque ligt van één wethouder, 100.000 euro, 2% OZB, 2,5%. En de hondenbelasting, die valt ook nog weg, 160.000 euro, 4%. En we hebben het dan over 10% OZB. Daarvan heeft de CDA gezegd, en gelukkig bent u als collega's inderdaad dat met ons eens, dat het geen goede zaak is. En het eerste schilletje wat we er nu afhalen is die 4% die naar de regio gaat wat ons betreft. Wij stellen daarom voor, en nogmaals, u gaf het al aan, we hebben daarvoor een amendement samengesteld, om voor het begrotingsjaar 2019, omdat er geen sprake is van nieuw beleid binnen de regio, uiteindelijk de bijdrage voor de regio voor 2019 te maximeren tot hetgeen we in de begroting 2018 hebben vastgesteld. En dat ook mee te nemen in uiteindelijk het dictum van het raadsbesluit. Het is een wat bijzondere samenstelling. We hebben dat getracht te verwoorden in een aanvullende zienswijze. De griffie heeft ernaar gekeken. En nogmaals, ik ben bijzonder verheugd dat alle fracties zich hierin terug kunnen vinden. Maar laat duidelijk zijn, die 10% OZB-stijging, daar zult u, en gelukkig is het dan min 4%, maar ook die 6% zult u de CDA-fractie niet meer krijgen. Tot zover. En is het dictum nog even voor te lezen, voorzitter? Ja, lijkt me handig om dat voor te lezen dan. Dient u hem in, ondertekent voldoende en dan maakt u deel uit van de beraadslagingen. Aan u het woord. Nou, het dictum van het raadsbesluit stellen we voor te wijzigen in bijgevoegde zienswijze en de opvatting die we hebben toegevoegd over de programmabegroting 2019. Die opvatting heb ik zo even voorgelezen, om die in te dienen bij de regio Twente. Dank u wel. Okay. Dan kunnen we deze indienen. En dan ga ik verder met de ChristenUnie. Of wilt u eerst wachten op de uitgedeelde amendement hier smelt. ChristenUnie, wilt u het woord? Nee. Dan de heer Jonker, ook niet. De heer Veldmeijer, ook niet. De heer Kopers, ook niet. De heer Reusken, ook niet. Dan kijk naar links. Nee, ook niet. Dan kijk naar... Ja, voordat ik één vergeet. Ik wou net zeggen, voordat ik één... Ik ben nogal sterk in dan ergens beginnen en dan een paar over te slaan. Dat zal me niet gebeuren. Dan wachten we eventjes... Tot het amendement is gekopieerd en uitgedeeld. En dan kijk ik naar wethouder van Abbema of u eerst het amendement wil lezen of dat u eerst een reactie wil geven. Dus ik wacht even. Dan wachten we even op het amendement. Want dat vind ik wel zo netjes om even te wachten tot iedereen het amendement voor zich heeft. Ja, ik vind het wel zo netjes als het amendement bij iedereen bekend is. Voordat de wethouder een... namens het college het woord zal voeren. Dus vandaar dat we even wachten op het ronddelen van het amendement. Ik geef wethouder van Abbema het woord die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Het signaal en het betoog van de heer Kerkdijk, wat u eigenlijk onderstreept met het indienen van een amendement, is eigenlijk glashelder. U geeft ook aan dat u best content bent met de zienswijze die het college heeft voorbereid. Vervolgens koppelt u het eigenlijk aan het financieel perspectief van de gemeente Twenterand. Nou, dat deelt het college in zoverre best met u dat wij ook zien dat de financiële situatie van de gemeente Twenterand niet bijzonder rooskleurig is. We zullen de komende jaren met elkaar een hele klus te klaren hebben in financieel opzicht.
En het college begrijpt ook heel goed dat u dan ook deze zienswijze, dat u die daaraan koppelt en dat u eigenlijk richting de regio een heel duidelijk signaal wil afgeven. Dus eigenlijk stelt u voor dat de zienswijze aangevuld wordt met hetgeen u in het amendement stelt. Het is een overweging van de raad. Wat ik al zeg, het college staat zeker sympathiek tegenover het signaal wat u aangeeft. Ik wil u er wel even op wijzen dat wij een aantal vragen hebben gesteld. Dus u gaat in feite hiermee al voor de antwoorden staan. U geeft het signaal eigenlijk al van tevoren af. Dat kan. En ik wil u er ook op wijzen dat de regio natuurlijk uit 14 gemeentes bestaat. Op het moment dat de andere gemeentes gewoon instemmen met die voorliggende beleidsarme begroting, dan zal die ook voor Twenterand gelden. Dus eigenlijk wil het college tegen u zeggen, oordeel raad. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond voor het tweede termijn. Niet? Ja, de heer Kerkdijk, aan u het woord. Excuus. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, de eerste opmerking van de wethouder bevreemdt mij toch. Want u zegt, het college deelt de problematiek rond het financieel perspectief. En ik heb in de eerste termijn aangegeven dat er een aantal ontwikkelingen zijn, waardoor duidelijk blijkt dat u dat niet deelt, maar in het coalitieakkoord duidelijk andere keuzes maakt. Voor alle duidelijkheid, we hebben het dan over 6-7% OZB-stijging. Vertaal ik het maar even. Als u wilt, ik zou het heel prettig vinden wanneer daar een toelichting op komt. Want het is €100.000 voor een extra wethouder en €160.000 voor de hondenbelasting. Ik kan het niet anders maken, het is zo het is. Dan de overweging. U zegt het is een duidelijk signaal. Ik moet u erop wijzen dat dit een amendement is, dus een opdracht is. Het is geen signaal. U kunt hiermee naar het bestuur. En wat het bestuur dan doet samen met de andere gemeenten, dat zien we dan wel. Maar het is geen signaal, het is vanuit Twenterand een duidelijke opdracht. Tot zover. Ik kijk de raad rond of iemand het woord wil. Ja, de heer Elsega, aan u het woord. Zo kunt u een mooie wandeling maken, meneer Elsega. Ik had niets gezien dat u uw kaartje niet bij u heeft, maar ja, zonder kaartje kunt u niet spreken. Dank u, voorzitter. Kunt u nagaan wie bij ons thuis altijd punt? Ik niet. Voorzitter, het amendement hebben wij uiteraard mede ingediend met het CDA. En dat hebben we vooral gedaan om vragen, staat vrij zeggen wij, en dit is wat meer dwingende. En dat is ook het idee waarom wij hebben gezegd van dat wij dit amendement steunen, dat de wethouder dit mee kan nemen. Uiteraard, er zijn andere gemeenten, die hebben ook zo hun opvattingen, nou, dat merken wij dan wel. Maar om zomaar alles te laten gaan, vonden wij wat te ver en te makkelijk. Dus we daar deze mede indienen van dit amendement. Wat wij een positief en een goed amendement vonden, ook wat helemaal geen kwaad kan. Het is wel zo dat de heer Kerdijk van het CDA er allerlei dingen bij houdt, bijvoorbeeld over de wethouder. Ik wil hem wel aan herinneren dat hij vorige week daar zelf unaniem mee heeft ingestemd. Dus er was een voorstel in de raad en daar had je tegen kunnen stemmen en dat is niet gebeurd. En bovendien de berekening van een ton. Ik wil me niet de oude koeien uit de sloot halen, maar als je van de vorige periode alles bij elkaar optelt en er zijn nu ook 2 wethouders weggegaan, dan gaat een rekensom kun je van tevoren nooit maken voor een coalitieperiode. Dat is heel lastig. Dus dat even, voorzitter, wat wij van het amendement vinden en de opmerking hier gemaakt. Dank u wel. De heer Kerkdijk heeft een vraag aan u. Ja, heeft de heer Kerkdijk vrij. Meneer Kerkdijk, loop je terug. Meneer, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Heel duidelijk, ieder heeft zijn eigen kaartje. Daar zijn we heel scherp op. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij werken met tikkie en dan weet je het niet nodig. Dus, uiteindelijk moet ik u gelijk geven. We hebben dat vorige week niet ingebracht. Maar we hebben in het debat daarvoor het wel ingebracht. En wij hanteren toch een wat andere lijn dan in het verleden hier gebruikelijk was. Herhalen. Nee, we hebben 1 keer aangegeven dat we er echt tegen waren. Mede gezien het feit dat u ons 3-4 jaar lang ingepeperd hebt dat 3,2 FTE veel te veel was. En u hebt dat niet alleen ingepeperd, u hebt het haast op onze huid gebrandmerkt. Sommigen zouden het wel willen noemen. Ja, dan vind ik het wel een beetje vreemd dat u nu zegt, ja, maar u had het in een
amendement of een tegenstemmen op het coalitieakkoord, had u dat kenbaar moeten maken. Nogmaals, u hebt een meerderheid, dat respecteren wij, daar zullen wij ook met respect de komende periode mee omgaan. Maar om iedere keer in herhaling te vallen, is niet onze stijl. Ja, de heer Elsega gaat hierop in en dan wil ik deze discussie sluiten. We hebben vorige week gevoerd of twee weken geleden. Die gaan we niet herhalen. U gaat erop in en dan is het ook afgesloten wat dit onderwerp betreft. Dus dat betekent dat ik niet meer hierop mag reageren, voorzitter? Oké, dan gooi je dat doe ik dan nog. U reageert nog en dan is het... Dat doe ik dan nog eenmaal voor de fans. Wil ik nog even reageren. Kijk, voorzitter, inpeperen is één, maar je moet wel daarbij het woord voegen. En dan moet je een amendement of een motie indienen dat je daar tegen bent. Dat is hoe het werkt in deze raad. Ja, dat GBT altijd andere partijen erop hebben gewezen dat ze in hun verkiezingsprogramma hadden staan 3 FTE, dat mag. Want als je dat belooft aan de kiezers en je komt het vervolgens niet na, hè, dan mag je daar iets van zeggen. GBT heeft het zelf nooit in het verkiezingsprogramma opgenomen, omdat wij altijd gezegd hebben, want wacht nou het onderhandelingsresultaat of wacht af wat de verkiezingsuitslag is. Je kunt wel zoveel splintering krijgen dat je misschien wel 3-4 wethouders onder 4 partijen moet verdelen of 5. Nou, die ruimte hebben wij altijd willen laten, voorzitter. Nou, dan laten we het hier ook maar bij. Dank u wel. U was klaar met... Bijna, ja, ik ben klaar, want eigenlijk ging het helemaal niet hierover, voorzitter. Oké, de heer Veldmeijer heeft nog een vraag aan de heer Elsega. Meneer Elsega, de heer Veldmeijer. Heeft u een vraag aan de heer Elsega? Ja, dat kan ook. Nee, even een vraag. Heeft u... Nee, dan moet u, als u geen vraag heeft, moet u bij de andere interruptiemicrofoon. Voorzitter, dat maakt niet zoveel uit. Ik had hem ook aan de wethouder kunnen stellen. Want de wethouder, en ik neem aan dat de heer Elsega die mening deelt, zegt de oordeel raad. Dat betekent toch dat het amendement uitgevoerd gaat worden. Eventjes voor alle duidelijkheid, als een amendement aangenomen wordt, en dat gaat u over, dat bedoelt ook de wethouder, dan vervolgens wordt het verwerkt in de zienswijze en gaat naar de regio. Ja. Zo gaat het. Ja, ik kreeg ook de indruk, voorzitter, dat meneer Elsega het ook wat minder hard stelde dan wij, althans u zelf ook, die een handtekening onder het amendement heeft gezet. Dat wij het inderdaad zien als een opdracht. En als iets wat geen signaal is, maar een duidelijke opdracht. Dat bent u met ons eens, toch? Heer Elsega, nu het woord. Daar ben ik met de heer Veldmeijer eens. Wij hebben het ook ondertekend. De tekst zoals het er staat door het CDA aangeleverd, dat onderschrijven wij. Alleen we mogen geen opdracht meer zeggen, want de voorzitter heeft ons geleerd dat het verzoek moet zijn. Dus, vandaar. Nou ja, een verzoek heb je met een motie. Een amendement is een wijziging. Dus de wijziging wordt verwerkt als u hem aanneemt in de zienswijze. Ik geef het woord indien gewenst nog. Er zijn geen vragen gesteld aan de wethouder. Dus dan ga ik deze besprekingen sluiten en ga ik over tot stemming. En als eerste geef ik dan in stemming het amendement zienswijze begroting 2019 regio Twente. Wie is voor het amendement? Fractie GBT, PvdA GroenLinks, VVD, PVV, SGP, ChristenUnie. En CDA, het amendement is aangenomen. Vervolgens geef ik het voorstel in stemming, inclusief het amendement. Wilt u een stemverklaring? Wilt u stemming? Dan is het unaniem aangenomen. Dan ga ik verder met het volgende agendapunt. Dat zijn de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Soweco. Wie mag ik daar voor het woord geven? De heer Kuilder. Aan u het woord. Meneer Pasjes, ik ga volgens mij elke keer zeggen van denkt u om uw pasje als u het woord wil voeren. Heer Kuilder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Maar ik denk dat ik te veel naar de collega's heb gekeken vanavond. De begroting Soweco. Vorig jaar hebben wij uitvoerige discussie gehad met over dit dossier. Toen hebben we een aantal besluiten genomen, maart 2017, om Soweco om te turnen naar een maatschappelijke onderneming. Daar ligt nu een eerste jaarrekening voor. En als je daar naar kijkt, in de stukken wat in ieder geval opvalt, dat in de raadsbrief wordt aangegeven dat we voor 15 juni nog met een aantal opmerkingen kunnen komen. Nou, mijn agenda is niet zo heel correct, maar ik weet volgens mij is het nu 19. Dus mijn eerste vraag zou zijn, heeft het überhaupt nog zin als wij een aantal dingen in zouden brengen? Waar ik nog wel benieuwd naar zijn, is de mening en de visie van het nieuwe college. Ja? Of die inderdaad aansluit bij hetgene wat vorig jaar afgesproken is, of dat men nu op een andere visie of zienswijze zit. Het treft hier een kwetsbare groep mensen, waarvoor wij als gemeente
een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. En waarover wij als CDA-fractie dan ons bijzonder sterk willen maken. De vraag is, die we ons nu dan ook hebben gesteld, is of het voorliggende de stukken voldoende vertrouwen geven dat de nodige stappen zijn ondernomen om dat doel te kunnen bereiken. Het is moeilijk om daarvoor de resultaten van 2017 te nemen en te analyseren, omdat de begroting van 2017 natuurlijk nog gebaseerd was op de oude zienswijze. Onder de streep is het resultaat op financieel gebied binnen de begroting gebleven en er zijn geen aanvullende bedragen van de gemeente benodigd. Iets wat we de afgelopen jaren niet vaak hebben meegemaakt. Dat stemt ons namelijk in ieder geval tevreden. Ook is uit de ontvangen stukken getrekken en te zien dat de resultaten zijn geboekt om meer mensen naar een bepaalde arbeidsplaats te bemiddelen. Een prestatie op zich. Nu de economie weer een stijgende lijn laat zien, mag verwacht worden dat deze tendens zich ook de komende jaren zich voort zal zetten. Helaas wordt ook op dit gebied de rijksbijdrage elk jaar minder en is de verwachting dat deze tendens ook door zal zetten. Dat legt een extra druk op de bedrijfsresultaten. Over de resultaten en de presentatie van de bereikte resultaten in 2017 valt veel te zeggen, maar gezien het ingezette beleid en de noodzaak om een groot aantal zaken anders aan te lopen, vinden wij 2017 dan ook als in de eerste plaats als een overgangsjaar. Het lopende jaar zullen ook verdere maatregelen moeten worden genomen om de doelstelling van 1-1-2021 te kunnen realiseren. Daarvoor zijn in sommige gevallen een aantal aanpassingen nodig. Om daar ook volgend jaar een goed vervolg aan te kunnen geven, is het nodig dat daarvoor in de begroting 2019 de richtingen en middelen zijn opgenomen die dat mogelijk maken. Dan kunnen we in ieder geval elke begrotingsregel separaat gaan doornemen, maar het gaat om het feit of deze in lijn liggen met de bedoelingen zoals die gesteld zijn. Wij als CDA-fractie zien dan dat de begroting op een zorgvuldige en behoudende wijze is opgezet. De gebruikte prognoses en uitgangspunten lijken ons realistisch, ondanks dat deze gebaseerd zijn op de resultaten van de jaarrekening 2017. Een jaar waarin de deconsolidatie nog niet was uitgevoerd. Er zijn aannames gedaan die gebaseerd zijn op ervaringscijfers, maar kunnen natuurlijk zowel positief als ook negatief uitvallen. Maar daarvoor is het ook een begroting. Wat wel erg positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat, zijn de mogelijke verkopen van onroerend goed, wat nu nog in bezit is van zo'n wetenschap. Tot zover onze eerste inbreng. Dank u wel. Dan kijk ik nog even verder de raad rond of iemand daarnaast de heer Kobus aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk alleen maar een vraag naar aanleiding van deze raadsbrief. Daarin wordt gesteld dat er veel mensen uit de gemeentelijke doelgroepen zijn geactiveerd. Dat klopt ook, zo weet ik, we zijn erg druk mee geweest. Wij zijn benieuwd naar aantallen per deelnemende gemeente van de Sweco. Is daar ook achter te komen? Dat hoeft misschien niet nu, maar kan dat later aangeleverd worden. Dank u wel. Dank u wel. Dan is dat de laatste, ben u de laatste in eerste termijn. Dan kijk ik naar wethouder Van Abbema. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst dank ook aan de heer Kelder. Over wat u gezegd hebt over Soweco. Ik heb daar toch een aantal complimenten beluisterd. Hè. Geen aanvullende bedragen nodig. Dat is inderdaad ook een compliment voor het management van Soweco. En dat er meer mensen bemiddeld zijn. Ondanks die rijksbijdrage die inderdaad minder wordt. Dus dat is zeker een compliment waard. Dat hebben wij in het DB en het AB van Soweco hebben we dat ook zeker uitgedeeld. Ik zal het ook namens u nogmaals doen als ik daar weer eens ben. 15 juni. U hebt terecht dat u zegt van dat staat er inderdaad in. Het was niet mogelijk om dit eerder ook in de raad aan de orde te hebben. Dus we hebben ook even overleg gehad met de mensen van Soweco. En het kan prima nog. Zeg maar, die datum van 15 juni was vooral ook een datum die hun heel goed uitkwam. Maar op zich voor de zienswijze maakt het niet zo heel veel uit. Dus dat kan nog. Dat kunnen wij gewoon meenemen. Ik heb eigenlijk de enige vraag die ik u heb horen stellen, dat is wat de visie van het nieuwe college is.
Deelt u de uitgangspunten nog zoals die vastgesteld zijn? Zeker delen wij die. Die zijn ook in de vorige periode met de toenmalige DB en ook bevestigd door de colleges zijn die, daar is heel veel tijd voor genomen om dat met elkaar vast te stellen. Ik kan u wel vast aangeven dat het dagelijks bestuur van Soweco dat het behoorlijk zal veranderen. Dus het zal wel eerst even weer wat tijd nodig hebben om met elkaar de uitgangspunten weer te delen, is mijn verwachting. Maar dat zal zeker gebeuren. En de vraag van de heer Kobus, dank daarvoor. Ik denk niet dat u verwacht dat ik u daar nu een antwoord op geef. Ik zou het echt niet weten. Dus ik heb ook afgesproken met onze ambtenaren dat als er dit soort vragen komen, dan zult u daar schriftelijk antwoord op krijgen. Dus dat zullen wij u doen toekomen. Dank u wel, wethouder. Ik kijk de raad rond voor een tweede termijn. Ik kan een tweede termijn. Ik kijk. De heer Elzinga. Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk alleen een opmerking. Voor mij is het 71, staat erin. Ja. Oh, oké. Okay. In Twenterland was die, ja, oké. Okay. Oké, okay, daar wordt schriftelijk antwoord op gegeven. Dat is de toezegging van de wethouder. Dan kijk eventjes, het is een raadsbrief. Er is geen voorstel voor bij, volgens mij. Geen besluiten bij, dus alleen maar te info. Maar het is goed om dat toch met elkaar te delen, om te kijken of de wethouder, portefeuillehouder en dingen mee kan nemen. Dat is niet het geval, alleen de complimenten, laat ik dat maar zo zeggen. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze avond. En nou, meneer Smelt, u komt op tijd thuis. Ja, ik snap hem. Ik wens iedereen een goede avond. Ik sluit bij deze de vergadering.